Nou, digitale geletterdheid gaat een stukje verder dan geletterd zijn. Geletterd zijn is taal en lezen, dat je dat goed kan. Digitaal geletterdheid is hoe ga je om in de digitale wereld met alle nieuwe dingen die er zijn. Dan moet je denken aan tekenen in 3D, hologrammen, VR-brillen, heel uitgebreid. En waarom nou deze technieken? Omdat je daarmee beroepen kan vinden die er nu zijn. He, bijvoorbeeld programmeren. Wij leren iedereen programmeren van groep 1 tot en met 8 en de middelbare school. Omdat dat beroepen zijn ja, die heel hard nodig zijn. En dan kun je ook denken aan hoe ga je om in de online wereld met nepnieuws herkennen, cyberpesten, deepfake. Alles wat er eigenlijk opkomt. Ja, hoe kun je een kind leren met die wereld om te gaan? De digitale wereld die gaat heel snel. Ja. Jullie hebben, laten we zeggen, gemerkt dat dit niet doorgaat tussen onze kinderen. Ja, precies. We hebben gemerkt dat kinderen eigenlijk niet zo goed raad weten met de nieuwe online wereld. Ze weten gewoon niet zo goed om te gaan met nepnieuws, echt nieuws. Ze denken bijvoorbeeld dat TikTok dat echt nieuws is. En dat het NOS-journaal bijvoorbeeld nepnieuws is. Ja, dan heb je ze wel echt wat te leren. Van hoe herken je dat? Hoe zie je dat dan? Of het echt of nep is? En dat willen ze ook heel graag leren. Vinden ze ontzettend leuk om te leren. Maar ook bijvoorbeeld hoe herken je reclame in vloggers die ze volgen. Cyberpesten, hoe ga je eigenlijk online met elkaar om? Wat deel je wel en niet online? Het moet gewoon kinderen geleerd worden. En we hebben ook ouderavonden. Met de ouders gaan we ook in gesprek over dit thema. Wat kun je doen als je thuis ongerust bent op dit gebied? En de leraren, die leren we ook. Hoe ga je daar mee om in je klas? Maar ook leren we ze allemaal de nieuwste van de nieuwste technieken. Zodat ze daar banen in kunnen gaan vinden. En zodat ze de basis weten van ja, digitale geletterdheid. Ja, heel interessant. En hoe ging het op Bonaire en, ja, laten we zeggen, op de Basseilanden? Nou, het was hier echt helemaal geweldig. Zowel leerlingen als leerkrachten, die pakken het eigenlijk meteen op en willen het zelf gaan doen. En dat is helemaal onze bedoeling. Wij zijn hier voor train de trainer. Dus we doen het één keertje. We hebben een prachtig team van vakdocenten die hier komen. Allemaal jonge knullen die de lessen geven. En de leerkrachten stimuleren van, hey, dit kun je ook gaan gebruiken in je klas als werkvorm. En wat geweldig is in Bonaire, het wordt meteen opgepakt. Dus we hebben namelijk alle materialen laten we hier. Heel veel robots, we werken ook met robotlessen. Ze maken robots en al die kinderen, ja, die willen het nog een keer doen. En we hebben een grote kast met alle spullen achtergelaten. Dus de leerkrachten kunnen nog een keer een robot maken met de kinderen. En terwijl je een robot maakt, praten we ook over de toekomst van robots. Hoe moet je daar dan mee? De robotisering is groot in de wereld. Ja, hoe ga je daarmee om? En hoe kun je robots gebruiken om je eigen doelen te bereiken? Maar ook, wat zijn de gevaren ervan?